Naween Ryan Nanan is gisteren als hoogleraar aangesteld aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, aan de kust. Na het aanvaarden van het hoogleraarschap door het uitspreken van zijn reden, is de leerstoel werktuigbouwkunde, duurzame energietechnologie aan hem opgedragen door het Adekus bestuur. In zijn onderzoek heeft Nanan de uitdagingen binnen de Surinaamse energievoorzieningssector belicht. Zo haalde hij aan dat binnen deze sector er moet worden gewerkt aan duurzaamheid. Willen we nu, of wil ik althans, meer zichtbaar maken in dit programma, maar ik ben ook decaan van de faculteit en ik heb recent feedback gekregen dat duurzaamheid geen duurzaamheid is als het maar incidenteel even in één of twee vakken op je faculteit voorkomt. Duurzaamheid is heel belangrijk, dus het moet meer als een thema doorlopen door jouw opleidingen. En een focusstudie Sustainable Management of Natural Resources is daarvoor niet voldoende. Dus dat betekent dat wij dat meenemen en als ik nog decaan blijf na 8 jaar, dan zal ik kijken of ik dat meeneem, anders zal mijn opvolger dat doen. De hoogleraar wees erop dat ongeveer 30% van de Surinaamse elektrische energie gaat naar klimaatbeheersing in de gebouwde omgeving. In de realiteit blijkt dat energie in de gebouwde omgeving weinig aandacht geniet. We hebben vaker meegemaakt dat je in een ruimte gaat en het is zo koud in die ruimte dat iedereen klaagt en iedereen misschien de volgende keer als ze weten dat er een workshop is in die ruimte extra dik gaat aankleden. Omdat niemand rekening houdt met de behagelijkheidscondities. En op basis van die behagelijkheidscondities gaan vastleggen wat dus het energieverbruik is. En het blijkt dat wij bij het ontwerpen en construeren van gebouwen vaak geen rekening houden met passieve technieken om alvast de interne klimaat behagelijk te maken. Wat doen we? We hebben nu bijna alleen maar huizen met heel veel schuiframen. Dus dat wil zeggen, we maken de effectieve ventilatieoppervlak met de helft kleiner. En heel veel mensen hebben PVC's grootte en dat betekent dat wij onze huizen converteren in een mini-oventje. En dat we dan actieve systemen, een airco, moeten gaan gebruiken om dan die warmte die wij gecreëerd hebben, of ervoor zorgen dat die warmte daar blijft, om het dan eruit te halen. Professor Nanan is sinds 2011 verbonden aan de faculteit der technologische wetenschappen. Hij heeft gefunctioneerd als hoofddocent Lector Magnus, richtingscoördinator werktuigbouwkunde en decaan van de faculteit der technologische wetenschappen. Hij is eveneens bestuurslid geweest van het CELOS en heeft talrijke peer-reviewed wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan.